De circulaire economie is zeker niet nieuw voor de Koenig. Wij bestaan al 77 jaar en we zijn al decennia lang al van in de ontwerpfase bezig met circulaire economie. Wij bouwen de recycleerbaarheid van onze materialen in bij onze ontwerpen. En eigenlijk hebben we al decennia lang het principe van als het niet recycleerbaar is, dan brengen we het gewoon niet op de markt. Bij de Koenig nemen wij op vandaag 100% van alle PVC, ramen, deuren, rolluiken, rolluikkasten terug. En dat gebeurt nu met de ramen die ooit geïnstalleerd zijn in de jaren 60 en 70. Niet omdat het PVC slecht zou zijn, maar omdat de isolatiewaarden van de ramen van toen, met hun enkel glas, gewoon niet voldoende waren. We laten toe aan onze fabrikanten, onze installateurs, om die oude ramen terug te brengen naar onze nieuwe recyclagefabriek in Dixmuiden. Daar worden ze opgebroken en kunnen we de PVC scheiden van het metaal, scheiden van het glas. Het PVC wordt hier naar onze fabriek in Roeselare gebracht, wordt verder vermalen en dat kunnen we dan mee extruderen in de profielen die onze raamfabrikanten gebruiken voor nieuwe ramen. Hoe meer er wordt gesorteerd aan de bron, dus bijvoorbeeld op de bouwwerf, hoe beter en hoe gemakkelijker de sortering is en hoe goedkoper en hoe economisch winstgevender het recycleren en het sluiten van de kring wordt. Een volgende legislatuur kan misschien kijken naar het verbieden van het storten van recycleerbare producten zoals vandaag gangbaar is in Duitsland. Ik denk dat we eigenlijk bij Vlaanderen vooral moeten inzetten op export. Dus de technologie die hier wordt ontwikkeld in het recycleren en het hervaloriseren van bepaalde materialen, dat we die zoveel mogelijk moeten proberen te exporteren. Want Vlaanderen is een halve Amerikaanse staat. Ja, je kunt niet een economische activiteit ontwikkelen met enkel maar Vlaanderen in je achterhoofd. Sustainable innovatie is om de hoogst mogelijke isolatiewaardes te krijgen aan het minst mogelijke materiaalgebruik. Want natuurlijk, the most sustainable raw material is the material you don't use. We zijn bijvoorbeeld erin geslaagd om passief huis isolatiewaardes te halen met onze ramen aan 10% minder PVC-verbruik voor een raam. Natuurlijk, als dat raam 50 jaar meegaat, we kunnen dat end of life opnieuw recycleren en opnieuw in de dan gangbare technologie steken, denk ik dat we bijdragen aan een circulaire economie en ook aan de verlaging van de ecological footprint. Onze idee van sustainable innovation. Je kunt zeggen van, tja, Tom, voor de Koenig is dat toch slecht, want je verkoopt minder kilo's PVC. Dat klopt, op korte termijn. Maar op langere termijn geven we betere ramen aan onze installateurs, aan de eindconsument, aan een lager verbruik van PVC. Dus eigenlijk, de kostenverlaging die wij zo kunnen genereren en de besparing die we kunnen geven aan onze consument zal ons op lange termijn groei opleveren, zal ons op lange termijn jobs opleveren. Dus ik denk, tegen natuurlijk misschien, op lange termijn denken, wat is nu het beste voor onze klant?